Goedendag. Ik kreeg heel veel van dit soort plaatjes binnengestuurd vanochtend. Echt wel zomerse taferelen hadden we gisteren mee te maken. Op heel veel plaatsen kwam de temperatuur boven de 25 graden uit. En lokaal zelfs richting de 27 graden in het oosten van het land. En dan was het echt wel heerlijk weer om lekker in een bootje te gaan varen. En we zien natuurlijk dat water, maar dat water krijgen we vandaag en vanavond ook vooral op een hele andere manier mee te maken. Er gaan namelijk zware buien ontstaan en dan zou het zomaar kunnen dat we lokaal dit soort plaatjes gaan zien. Deze foto werd vorig jaar rond deze tijd gemaakt door collega Wouter van Bernebeek. En wateroverlast, ja, dat ligt nog echt wel op de loer. Kom ik zo even op terug. Eerst even de grootschalige weersituatie. We zien een uitgestrekt lage drukgebied, wat zich ook uitstrekt van Groot-Brittannië helemaal richting het zuidoosten van Europa. En wij liggen eigenlijk een beetje in het midden van dat lage drukgebied, met ten noordoosten van ons nog die warmere lucht. Ten zuiden juist die wat koelere lucht en die gaat echt wel proberen op te rukken. En op dat grensvlak, daar gaan dus ook die zware buien ontstaan. Dat zien we ook goed gebeuren als ik de animatie aanzet. Met name over de zuidelijke helft van ons land kan dat lokaal flink wat regenwater gaan opleveren. Ook natuurlijk wat onweer, lokaal wat hagel en enkele windstoten. Vrijdag ook nog enkele buien, maar daarna verloopt de zaterdag grotendeels droog. De wind gaat dan ook weer naar het zuidwesten draaien, waardoor er ook weer wat zachtere lucht wordt aangevoerd. Maar dus wel in combinatie met wisselvalligheid. Dus je zal daar echt wel rekening mee moeten houden als je dan buitenactiviteiten gepland hebt in het weekend. Eerst eens nog even de kortere termijn. Vandaag hebben we nog met zomerse warmte te maken. Maar ik pak eerst even de temperatuurkaart van vanochtend erbij. De wind is op heel veel plaatsen eerst nog oostelijk. Maar we zien in België dat die al is omgeklapt naar het westen. En op dat grensvlak, daar gaan dus uiteindelijk ook die onweersbuien ontstaan. Dat zien we heel goed terug als ik de animatie aanzet. Dat sterke temperatuurgradient. Een felle overgang van die zachte naar die koelere lucht. En die koelere lucht, ja, die gaat dan dus ook echt wel winnen. Want morgen hebben we met hele andere temperaturen te maken. Daar waar we vandaag nog lokaal naar 26 graden gaan, zien we morgen temperaturen maar van zo'n 13 graden. En dan zitten zo 13 graden ook verschil tussen. En dat ga je echt wel voelen als je morgen naar buiten gaat. Maar dan even het belangrijkste van vandaag. Die buien, waar dus ook code geel voor geldt voor de zuidelijke provincies, maar ook voor Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Het zou best wel kunnen dat daar nog enkele codes gaan bijkomen, afhankelijk van de actuele situatie. Als je de animatie aanzet, zien we toch wel dat het zwaartepunt met name ligt in Limburg, het zuidoosten van Brabant, maar kan zich ook wel wat verder noordelijk uitstrekken richting Utrecht en delen van de Veluwe. Morgen eerst dan ook nog die buien, maar daarna wordt het echt wel langzaam wat droger en dan zijn we weer van die onweersbuien af. Dan kijken we even naar de geaccumuleerde neerslag. Hoeveel neerslag gaat er in totaal vallen? Want dat is eigenlijk ook het voornaamste gevaar wat op de loer ligt. En dan zien we dat in de loop van de avond de neerslagsommen erg hoog aan oplopen. Zeker lokaal gezien tot 50, misschien lokaal zelfs meer dan 60 mm neerslag. En normaal valt er in een hele meimaand ongeveer 60 mm neerslag. Dus als dat in een paar uur tijd naar beneden valt, kan je je ook wel voorstellen dat dat her en der voor wat overlast gaat zorgen. Maar we zien dus ook gelijk dat de verschillen erg groot zijn. Hier valt bijvoorbeeld 67 mm, maar ga je iets verder naar het westen, dan halveert die hoeveelheid al gauw. En dan heb je niet zo snel last van die wateroverlast. Het noorden, daar lijkt het sowieso overwegend droog te blijven, maar de exacte positionering van die zwaarste buien, dat is nog wat onzeker. Ik zie hier nu dus het Icon D2 weermodel, het Duitse korte termijn weermodel, die legt die strook wat noordelijker. Het Harmonie weermodel, het Nederlandse weermodel, die legt die net even wat zuidelijker. En ja, dat scheelt toch net wel even als je daar een activiteit gepland hebt. Dus hou vooral dan ook de actuele radarbeelden in de gaten om te zien waar die buien exact gaan vallen. In de weersymbolen ziet dat er dan als volgt uit voor vandaag. Eerst is nog die hoge temperaturen, 24, 25, lokaal nog wel 26 graden. En die wind eerst nog uit oostelijke richtingen. Maar die klapt dus in de loop van de dag op steeds meer plaatsen vanuit het zuidwesten om naar het westen. Waarmee dus die koelere lucht wordt aangevoerd. En op dat grensvlak gaan dus ook die stevige onweersbuien ontstaan. De grootste kans op onweer is dan ook wel in die gebieden waar het nog warm is. Met name in Limburg is dat het geval. Vanavond breiden die buien zich dan dus wat verder over het land uit. Met name over het zuiden en midden van het land. Kan dus lokaal voor wat overlast zorgen door onweer, hagel of dus door extreem veel regenwater. En de wind die klapt op steeds meer plaatsen om naar het westen. In de nacht hebben we dus nog steeds met buien te maken. Ze worden wel iets minder actief. De minima komen uiteindelijk uit zo tussen 9 en 14 graden. En er waait daarbij een matige wind uit westelijke richtingen.
Morgen dus een hele andere dag. De temperatuur die ligt op heel veel plaatsen zo'n 10 graden lager dan vandaag, met zo'n 13 of 14 graden. De bewolking overheerst, met name in de noordelijke provincies. In het zuiden daar zeker later op de dag nog wel ruimte voor een waterig zonnetje. En de wind is zuidwestelijk en overwegend matig van kracht. De zaterdag ziet er dan dus nog wel aardig uit, met dan een graad of 17 en een mix van wolken en zon. Pas later op de dag dus die toenemende kans op wat regen. De dagen daarna wel vaker wisselvalligheid, maar de temperatuur die blijft aardig op peil. 17, 18, soms wel 19 graden. Zeker het zuidoosten heeft wat vaker kans op die 20 graden. En tussen die buien door is er dan ook echt wel wat ruimte voor de zon. Maar goed, voor het zover is, hebben we vandaag dus te maken met die zware buien. Houd dus vooral ook onze radar in de gaten en dan weet jij of je droog naar buiten kunt. Tot de volgende keer.